Wanneer mag je iemand helpen met doodgaan? Dit is de Universiteit van Nederland. De dood heeft mij vergeten, schreef senator Edward Brongersma in een brief aan zijn huisarts. Het was 1998 en hij was al 86 jaar oud. Zijn vrienden waren dood, veel van zijn familie was al dood. Hij leed aan allerlei gebreken waardoor hij niet meer kon doen wat hij wou, en hij wilde niet meer. Hij was, zoals, dat zegt, zoals men zegt, oud en daar dagen zat. En zijn huisarts begreep hem en hielp hem en hielp hem sterven, maar heeft zich daarvoor wel moeten verantwoorden voor de rechter. En dat um, heeft uiteindelijk zelfs geleid tot een uitspraak van de Hoge Raad die zei, dat had u niet mogen doen, u bent wel schuldig, maar we leggen geen straf op. Albert Heringa um, heeft zijn moeder helpen sterven. Ook zij was heel erg oud, wilde niet meer, kon niet meer leven. En hij vond het zijn morele plicht als zoon om haar te helpen sterven, omdat uh, er geen dokter te vinden was die dat voor haar wilde doen. Ook hij moest zich verantwoorden voor de rechter. En werd door de eerste rechter schuldig bevonden, door de tweede rechter vrijgesproken. En we wachten nu met spanning op de uitspraak van de Hoge Raad. Waarom mochten die huisarts van senator Brongersma en die zoon uh, meneer Heringa die mensen niet helpen? Waarom moesten daar rechtszaken over zijn? We hebben tenslotte in Nederland al sinds 2002 hebben we de wet op de euthanasie. Het is in Nederland, is hulp bij zelfdoding en euthanasie toegestaan. Nederland is daar wel heel uniek in. Er zijn maar een handjevol landen in Nederland... Waar, of een handjevol landen op de wereld waar euthanasie is toegestaan. In een heleboel landen om ons heen, zoals België en Duitsland, is hulp bij zelfdoding niet verboden... Dat is in Nederland wel verboden, maar we hebben een uitzondering gemaakt voor een arts die iemand helpt sterven onder bepaalde omstandigheden. In Nederland is dus hulp bij zelfdoding en euthanasie alleen toegestaan door een arts. Maar wat is euthanasie dan? En wat is het verschil met hulp bij zelfdoding? Euthanasie. Betekent letterlijk de goede dood, als je het vertaalt uit het Grieks. En in Nederland hebben we een eigenlijk een eigen definitie die in de rest van de wereld ook niet zo wordt gebruikt. Maar bij ons is het het handelen van een arts dat het leven van een patiënt op uitdrukkelijk verzoek beëindigt. Bij euthanasie dient de arts de dodelijke middelen aan de patiënt toe. En bij hulp bij zelfdoding geeft hij die dodelijke middelen aan de patiënt die ze dan zelf inneemt. Ik heb hier een overzicht als we inzoomen op de euthanasie in Nederland. Dan zie je dat kanker verreweg het meest voorkomende ziekte is waarbij mensen euthanasie krijgen. In 73% van de euthanasiegevallen, dus van die 5500, dat waren ongeveer 4000 gevallen, hadden de mensen kanker. Andere oorzaken zijn zenuwstelselaandoeningen of hart- en vaatziekten eh, of longaandoeningen. En in al die gevallen spreken we over patiënten die een lang ziekbed hebben. Die ernstig ziek zijn. Die ongetwijfeld ook vanzelf dood zouden zijn gegaan. Maar die op de een of andere manier dat sterfbed niet wilden. En daarom eerder een einde aan hun leven wilden. In een klein aantal van deze ziekten... Um, is dat helemaal niet het geval? Als je kijkt op uh, het scherm, zie je daar ook staan psychiatrische aandoeningen, dementie en stapeling ouderdomsklachten. Dat zijn geen ziekten waar mensen vanzelf aan zouden gaan overlijden. Toch krijgen ook die mensen euthanasie. En de vraag is dus eigenlijk: wanneer mag een arts nou helpen? In een een klein deel van de gevallen van euthanasie is er geen sprake van een uh, eigenlijk al van een sterfbed waarbij de patiënt vanzelf al wel zou overlijden, maar is er sprake van ja eigenlijk een ziekte die niet onafwendbaar onmiddellijk tot de dood zal leiden, maar willen mensen toch dood. Het is maar de vraag of artsen die mensen mogen helpen en onder welke omstandigheden. Wanneer mag een arts nou eigenlijk helpen bij euthanasie? Daar zijn regels voor in Nederland. Er zijn zes zorgvuldigheidseisen en ik neem ze even kort met u door. Het eerste is dat er sprake moet zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt. Ten tweede moet de arts ervan overtuigd zijn dat de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. De arts moet de patiënt hebben geïnformeerd over zijn toestand en de vooruitzichten. Er mag geen redelijke andere oplossing zijn, maar dat moeten ze samen hebben vastgesteld... En de arts moet dan één andere arts raadplegen die zijn mening geeft op schrift over die vier eisen die ik net noemde. En tenslotte moet de arts de euthanasie zorgvuldig uitvoeren. Ik ga even inzoomen op twee van deze aspecten, het verzoek en het ondraaglijk lijden. Vrijwillig en weloverwogen verzoek. Ik heb hier mijn wilsverklaring euthanasie. En... Uh, Daarin staat precies beschreven onder welke omstandigheden ik vind dat een dokter mij dood moet maken. Wie in het publiek vindt dat als ik er niet meer zelf om kan vragen, de dokter moet doen wat ik hier heb opgeschreven? Handen omhoog. Ja, dat zijn heel veel mensen. Maar ik moet jullie teleurstellen: dat is niet genoeg. En de kans dat een arts ooit op grond van deze verklaring van mij. Mij dood zou maken is heel klein. En dat is omdat ten eerste al die andere zorgvuldigheidseisen ook nog gelden. He, dus ik moet dan niet alleen een verzoek hebben gedaan, maar het moet ook duidelijk zijn dat ik ondraaglijk en uitzichtloos leid. Het moet duidelijk zijn dat er geen redelijke andere oplossing is. Dat is heel belangrijk. En het laatste is eigenlijk nog wel het allermoeilijkste. Een dokter kan dus ook niet meer samen met je overleggen op zo'n moment. He, als ik nog tot overleg in staat ben is die wilsverklaring niet nodig. Maar als ik dat niet meer kan, dan kan de dokter ook niet aan mij vragen of ik wel zo ondraaglijk leid of waarom ik nou eigenlijk dood wil of waarom ik niet voor een andere oplossing kan kiezen. En hoewel dus de wet zegt zo'n wilsverklaring mag komen in de plaats van een verzoek, willen heel veel dokters daar toch liever niet aan. Ze vinden dat heel naar om iemand dood te gaan maken, waar je niet meer op het laatste aan kan vragen: weet u zeker dat dit echt is wat u wil? Maar ik zei al, en u zag al: er gebeurt ook euthanasie bij dementie. Hoe zit dat dan? Nou, er zijn twee. Uh, mogelijkheden. De eerste is dat je de euthanasie krijgt heel vroeg in het dementieproces, wanneer inderdaad mensen nog kunnen praten en je nog kan overleggen wat er nou zo ondraaglijk is en waarom ze echt geen redelijke andere oplossing zien. Maar als de ziekte verder gevorderd is, dan kan dat niet meer. En ja, dan moet er dus sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden in de ogen van de arts. Die dat ook moet kunnen beargumenteren, dat hij dat echt vindt, dat dat zo is. En er moet zo'n verzoek zijn. En uh, ja, eigenlijk het liefst moet je het al voorbesproken hebben met de dokter. Dat de dokter zeker weet dat dit nou het geval is, dit precies de toestand is waarvoor je die verklaring hebt opgesteld. Dat komt echt maar heel weinig voor in Nederland. Er is misschien twee gevallen nu van euthanasie bij gevorderde dementie gemeld. Ondraaglijk en uitzichtloos hangen samen. Als je denkt aan barensweeën, die zijn misschien draaglijk omdat je weet dat er een eind aan komt. Die zijn draaglijk omdat je weet waar je het voor doet. Maar als je zou weten dat het nooit op zou houden. of als je niet zeker zou weten dat het ooit op zou houden. dan wordt het ondraaglijk. De uitzichtloosheid maakt het ondraaglijk. Ik wil u even voorstellen aan een meneer. Goeiedag. Lees ik de telegraaf, daar zit een hele pagina in over een iPad. Nou, ik denk: wat is dat dan weer voor een ding? Maar er stond ergens bij. Nou, hij zou ook nog wel geschikt zijn voor ouderen. Ik denk: hé, hey, voor ouderen, dat lijkt me wel wat dat ding. Ik had mijn kleindochter gevraagd. Om daar een hoes bij te kopen. En ik dacht natuurlijk mooi donkerblauw. Maar nou komt ze natuurlijk met vrouwen, oranje, roze dingen aan zitten. Maar ja, goed. Als ik hem zo houden zie ik daar niks van. Een leuke meneer, zou ik zeggen. Uh, een innemende meneer. Ook wel uh, aardig bij de tijd. Hè? Hij heeft een iPad. En ik weet niet of u het zag. Er staat als een zeelmachine. In zijn keuken. Uh, hij heeft een heel leuk ingericht huis. Hij heeft een kleindochter die inwoont. En zou u nou verbaasd zijn als ik u vertelde dat deze meneer. binnen een jaar na de opname van dit filmpje is overleden door euthanasie? Ik was heel erg verbaasd toen ik dat hoorde. Wat maakte zijn lijden nou eigenlijk zo ondraaglijk. Aan de buitenkant zie je het niet. Je ziet niet dat deze meneer ondraaglijk lijdt. Toch was dat zo. Hij was doof. Dat is misschien iets wat je wel ziet in het filmpje. Hij had last van evenwichtstoornissen. Hij viel om en daar maakte zijn actieradius heel beperkt. Hij proefde niets meer en hij rook niets meer. Dus hij kon niet genieten van eten. Drinken ging heel moeilijk omdat hij slikstoornissen had. En verder had hij de ziekte van Parkinson. Of dat lag. Voor een deel aan de basis van zijn klachten. Maar dat allemaal maakte niet dat hij dood wou. Waarom hij dood wou, was omdat hij zeker wist dat het nooit meer beter werd. Alleen maar steeds slechter zou gaan worden. Maar de arts die hem daarbij zou moeten helpen, die moeten dus ze meneer doodmaken, die op zich nog best jaren van leven heeft. En het is heel voorstelbaar dat artsen daar aarzelingen bij hebben. Iemand met vergevorderde kanker gaat toch wel dood. En misschien als je euthanasie pleegt dat dat dan nou, een week, twee weken, misschien een maand eerder is dan anders. Maar bij deze meneer zijn er misschien wel jaren van zijn leven afgegaan. Wat als je arts je niet wil of mag helpen en je wil toch dood. Weer even een filmpje. Wat voor recht heeft de overheid om oude mensen onmogelijk te maken op een behoorlijke fatsoenlijke manier in het om een leven te maken dan door zich op te hangen of voor een trein te springen of, eh, of, of van een balkon te springen? Ik weet niet of u het allemaal heeft kunnen verstaan, maar dat was meneer Drion. Die zegt: eigenlijk hè, zouden mensen het recht in eigen hand moeten hebben om te sterven. Ik heb hier een pil van Drion. Wie van u? Zou deze wel op zijn nachtkastje willen hebben? Ja, een heel aantal mensen. Maar ik moet u teleurstellen, want ook dat kan u nog niet. De reden dat Huipdrion zei dat dat belangrijk was dat mensen dat hadden, dat ze die, dat op het nachtkastje konden hebben, dat ze dat in eigen hand konden hebben, is omdat als je het in eigen hand hebt om te kiezen wanneer je kunt sterven, maakt dat misschien je lijden minder. Ondraaglijk. Precies wat ik eerder zei: pas als het uitzichtloos is, wordt het ondraaglijk. Maar als je uh, zeg maar het in eigen hand hebt, is het misschien niet meer zo uitzichtloos en hou je het misschien nog wel een dagje vol. En Heutrichnion introduceerde die pil dus niet eigenlijk niet eens als een manier voor mensen om dood te gaan, maar als een manier voor mensen om het nog even vol te houden om te blijven leven. Alleen een arts mag jou helpen te sterven. En alleen als voldaan is aan die zes zorgvuldigheidseisen. En dat betekent dus eigenlijk... dat hij zeker moet weten dat je dat wil. Dat je ondraaglijk leidt. Dat je nooit meer beter kan worden. En dat er echt geen andere oplossing is. We weten niet... wat de volgende stappen zullen zijn in Nederland. Er is veel beweging op dit gebied. Het kan zijn dat we zeggen... nou haal die regels maar weg. Laat de dokters en patiënten dat zelf maar uitzoeken. Het kan zijn dat we zeggen... Nou, we gaan die pil van drion introduceren in Nederland. Dan mogen mensen het zelf oplossen. Of het kan zijn, daar zijn voorstellen voor, dat we het bij, gaan neerleggen bij niet-artsen. Dat we een soort speciaal soort stervenshulpverleners op gaan leiden. Wil je meer weten over het thema de dood? Kijk dan een van de andere colleges.